Goedemorgen allemaal. Dag 2 met pech. We staan nog steeds te wachten. De garage geeft aan volgende week woensdag uiterlijk. Ja, dat is nog anderhalve week. Dus ik ben met SOS Internationaal steeds druk bezig. Om te kijken of zij daar een oplossing voor hebben. Maar het lijkt wel alsof ze met stagiaires en beginnelingen aan het werk zijn. Ik verwacht dat zij gewoon de actie nemen. En dat heb ik ze ook gezegd. Ik verwacht dat zij gaan rondzoeken en dat we zorgen dat die dynamo die erin moet er sneller is dan nog anderhalve week wachten. Dus ik ben benieuwd waar ze mee terug gaan komen. Ook aangegeven dat we eventueel door willen rijden naar Bordeaux, dus ongeveer nog 100 kilometer. Dat durven we wel aan met de accu. Hij start. Hij staat nog op 12,7 volt op dit moment. Dus volgens mij moet dat gewoon lukken. En als het daar gerepareerd kan worden en we moeten daar een paar dagen wachten, dan hebben we tenminste Bordeaux waar we naartoe kunnen. Want we staan hier, en ik zal hem even draaien, gewoon ja, in the middle of nowhere. En dat is hartstikke leuk natuurlijk als je van heel veel rust houdt en je gaat lekker een weekje stilstaan hier. Ik zou het voor een paar dagen, nou ja, wat mot. Maar anderhalve week, dat vind ik belachelijk. En anders moeten ze maar voor vervangend vervoer gaan zorgen als het niet sneller kan. Dus daar zijn ze ook naar aan het kijken. Aan de overkant, dat is misschien ook nog wel even leuk om te laten zien. Daar is een drafbaan waar met paarden geoefend wordt. Er rijdt op dit moment een paard met een karretje erachter in de verte. Even kijken of die nog een beetje deze kant ook komt. Nou, het beestje heeft niet heel veel zin, want dat loopt te bokken. En te doen. Maar dit is de baan die hier is. Daar loopt een dame met een telefoon. En hier verderop. Daar is de manege. En voor de rest is hier gewoon niks. De stad zit daar door de bomen heen op de achtergrond. Maar we gaan een beetje fietsen hier in de buurt en we gaan wel even kijken hoe ver we komen. Uiteindelijk zullen we ook boodschappen moeten hebben. Dus we moeten eens even kijken hoe we dat ook moeten doen. Het voordeel wel is hier dat het hartstikke rustig is. Het is donker, geen verlichting hier in de buurt. Dus slapen is prima. Jullie zien, we hebben de fietsen al uitgeladen. En de hondjes lopen lekker hier in het gras eventjes rond te banjeren. En we gaan lekker op pad. Een beetje in de omgeving rondkijken. En misschien nog even naar het stadje toe om eventueel een extra simkaart te halen. Want de data gaat wel erg hard, hè. Orange, had jij uitgezocht? Even kijken wat ze hebben. Dus we gaan op pad. We zijn een paar honderd meter bij de camperplek vandaan. En je rijdt hier zo het bos in. Ik meen ook ergens gelezen te hebben iets van een Natura 2000 omgeving. Dus we rijden nu gewoon lekker het bos in. Ik hoop dat het beeld een beetje stabiel is, want het ligt vol met keien hier. Ik heb een leuk paadje uitgezocht. Vol met rotsen. Het is natuurlijk heuvelachtig hier, dus het kan ook bijna niet anders. Maar het zou zometeen beter moeten worden, hè? Ja, maar hoe ver is het eind nog? Niet ver meer. Oh, niet ver meer. Nou, fietsen is geen succes. Dus we gaan lekker wandelen. We zijn bij het winkelcentrum. We gaan even een datakaartje halen. Inmiddels hebben we gesproken met SOS Internationaal. Eindelijk iemand die het wel begrijpt. Ja, het kan tot volgende week woensdag donderdagochtend duren voordat de camper gerepareerd is.
Ondertussen bieden ze een bedrag voor een hotel en een bedrag voor vervoer. Dus we kunnen een hotel opzoeken en we mogen een auto huren. We moeten even kijken wat we gaan doen. Want niet alle hotels mogen de hondjes in. En wat we nu wel en niet willen huren. Maar er zit in elk geval wat beweging in het verhaal. En we gaan nu even naar binnen, even kijken of we een internetkaartje kunnen scoren. Ik draai even de camera. We hebben de fietsen hier even gestald. Het is natuurlijk anders fietsen dan thuis. Want er zat een behoorlijk klimmetje in. En daar moet je natuurlijk allemaal wel rekening mee houden met je batterij. Dus niet dat je je batterij helemaal leeg trapt. En op een gegeven moment na zoveel kilometer moet constateren dat je de laatste 10 kilometer per uur moet lopen. We gaan even naar binnen, even kijken. Het is een groot winkelcentrum waar we zijn. En daar zit ook een Orange winkel. Had Ramona gezien. Kijk, eten en drinken. Reparaties van horloges. En er zit van alles. Boven zit de parkeergarage. De farmacie. En hier links zie ik de Orange winkel al. Dus dat moet lukken. Ramona komt er achteraan lopen. We zijn bij de abdij. En omdat ik de microfoon niet meer heb, zal er ook wel wat windgeruis zitten in het geluid. De abdij van de La Corona heet het hier ook volgens mij. En ik loop even deze kant op. Dat moet best een groot gebouw geweest zijn. Dit is wat er nog van over is. Even kijken of we aan deze kant nog wat kunnen zien. Ja, de buitenkant. Mooi dat ze ook dat gewoon laten staan. Ik sta hier midden in, ja, een soort brem denk ik. Zo ruikt het in elk geval wel, heerlijk. En daarachter zit een, het lijkt een soort zandafgraving. Groot water. En daar verderop gaat het ook nog door. Even kijken daar. Ja, maar daar staat het droog. Maar het is inderdaad een afgraving. Hier een mooi overzicht over de drafbaan heen. De tribune en de jury plaatsen daar rechts zo te zien. Het is een grote drafbaan. En dat tegenover de camperplaats.
Eens even kijken of we hier ook wat kunnen filmen. Ze zijn druk aan het trainen met de paarden. Ze zijn net klaar, denk ik. Daar gaat er eentje overheen. Ja, gelukt. Voor Dutchess en Queenie is het ideaal hier. Die kunnen heerlijk loslopen. Er komt eigenlijk helemaal geen verkeer voorbij over deze weg. We staan nog steeds alleen. Dus ze hebben het hier prima naar hun zin als ze zo lekker buiten zijn. Het zonnetje schijnt hier heerlijk. Het is lekker warm. Dus ja, voor hun is het natuurlijk ideaal hier. Maar we hebben toch besloten om morgen te gaan kijken of we een auto kunnen huren bij die Fiat dealer. Zo niet, dan misschien aan de overkant of aan de andere kant van de grote weg bij de Peugeot. Hebben we iets gezien op het internet. En dan, als we dat hebben, een auto waar de fietsen achterin kunnen, dan gaan we richting Bordeaux. En dan blijven we tot volgende week lekker in Bordeaux. Gaan we in Bordeaux rondfietsen. Met je geocache. Nou, er zijn nog allerlei mooie gebouwen te bekijken. Er is nog genoeg te zien in Bordeaux. Dus dan willen we dat eigenlijk gaan doen. Dus bij deze sluit ik de vlog voor vandaag af. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende graag. Doei doei!